Het zouden de schoonste kolencentrales van de wereld worden. De twee fabrieken hier op de Rotterdamse Maasvlakte. De CO2 uit de kolencentrales zou worden opgeslagen onder de Noordzee. Maar het project is mislukt. Dit is het verhaal van twee energiereuzen die zich niet aan de afspraak houden. En een overheid die geen poot heeft om op te staan. Dan moet je denken aan CO2-uitstoot, dat ze net zoveel CO2-uitstoot genereren als een paar miljoen auto's. En ze hebben ons een rat voor de ogen gedraaid. Ja, ik had het liever anders gezien. De paradepaardjes onder de kolencentrales zouden het worden. Als begin deze eeuw een energietekort dreigt, mogen E.ON en GDF Suez op de Rotterdamse Maasvlakte gaan bouwen. Maar is het plan? Hier geen broeikaskanon, geen CO2 de lucht in, geen opwarming van de aarde, maar de schoonste centrales ter wereld. Op de tekentafel ziet het er zo uit. CO2, in de volksmond broeikasgas, wordt uit de afvalstoffen gefilterd. Via een kilometerslang buizenstelsel wordt het opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Zowel het Rijk als de EU hebben hier flink wat subsidie voor over, in totaal 330 miljoen euro. Nederland zou hiermee koploper zijn in Europa. Maar tot grote frustratie van natuurliefhebber Pieter Thomassen is er niets van de CO2-opvang terechtgekomen. En hoewel de fabrieken officieel nog niet open zijn, ziet hij als omwonende iets heel anders. Zoals u ziet aan de rookpluim draait hij volop. Proefdraaien heet dat, maar dat is al een halfjaartje bezig. Hij is verontwaardigd en krijgt steun vanuit de politiek en de wetenschap. Er is uitgerekend dat daar per jaar duizenden mensen ziek van worden en tientallen mensen aan dood gaan. Gaan tientallen mensen dood ten gevolge van die kolencentrales. En dat dat in 2014 nog kan, vind ik onvoorstelbaar. Omdat we het toen tegen hadden kunnen houden, omdat het zo ontzettende vervuilende fabrieken zijn die kolencentrales, kan ik me daar echt nog over opwinden. In 2007 maakt hij zich al druk. Activist Wijnand Duivendak. Dat jaar staat de komst van de steenkolencentrales op de agenda in Politiek Den Haag. Hij is op dat moment Kamerlid voor GroenLinks. Het gaat er fel aan toe. Als wij naar een duurzame energievoorziening willen, dan kunnen wij niet alleen maar op zonne- en windenergie nu verder gaan. Het Nederlandse energiebeleid slaat de weg in naar het verleden. Naar een technologie uit vorige eeuwen in plaats van naar de toekomst. Uiteindelijk staan er schone centrales of er staan geen centrales. En met die belofte moet Duivendak het doen. De centrales komen er, maar dan wel schoon, zegt het kabinet. Ze vertrouwen op toezeggingen van de centrales zelf. We denken vanaf uiterlijk 2014 daadwerkelijk CO2 te kunnen afvangen. Vergunningen worden verstrekt en de eerste paal gaat de grond in. De bouw vordert, maar waar blijft de CO2-installatie? Het Rijk, de provincie en ook de gemeente Rotterdam houden jaar in jaar uit vol dat het project er echt komt. Wij willen niet dat er in Rotterdam straks aan de horizon kolencentrales staan waarvan de CO2 niet zal worden afgevangen. Maar als er afgelopen jaar nog steeds geen duidelijkheid is, slaat de twijfel toe. Om de druk op te voeren stuurt de burgemeester van Rotterdam samen met de provincie een brief. Of de centrales zich nu echt aan hun woord willen houden. Ja, eigenlijk heb ik altijd gedacht, dat gaat niet gebeuren als je het niet keihard afspreekt met die bedrijven die centrales bouwen. Dus als je niet in de vergunningen en in het contract zet, je bent verplicht om die CO2 onder de grond op te slaan. Denkt u dat ze dat bewust niet gedaan hebben? Er was natuurlijk op dat moment een hele sterke lobby gaande van de werkgevers, VNO-NCW. Sterke lobby van het ministerie van Economische Zaken, die dat heel graag wilde. Het CDA in het kabinet wilde het heel graag. De grote energieslurpende bedrijven wilden het heel graag. En ik denk eigenlijk dat de Partij van de Arbeid daar niet tegen opgedurfd heeft. Er werd een herenakkoord gesloten, je kent dat wel. Ergens in een fraai restaurant wordt er champagne gedronken op basis van vertrouwen. Als je ziet wat er op papier is gezet, dat is uitermate zwak. Ook hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans voelt de bui al hangen. En begin dit jaar krijgt hij gelijk. De overheid heeft geen poot om op te staan als de fabrieken aangeven dat ze het CO2-plan te duur vinden. De economie is veranderd. Betaalde bedrijven eerder torenhoge boetes voor CO2-uitstoot? Door marktwerking gaat het broeikasgas nu voor een prikkie de lucht in. De energiebedrijven zien daarom geen nut meer in een dure opslag. Dat is wel het hele wrange van dit verhaal.
Het is goedkoper om het de lucht in te doen dan onder de grond op te slaan. Dan ben je afhankelijk van de goede gunsten van dat bedrijf. Ja, wat is het belang van dat bedrijf om dat te doen? Het kost alleen maar heel veel geld. Ja, dan gebeurt het gewoon niet. En dat betekent dat die CO2-uitstoot fors gaat toenemen de komende jaren. Dat betekent dat we wederom de Europese CO2-doelstellingen niet gaan halen. Oké, geen wet, maar belofte maakt schuld, zou je denken. Op de Maasvlakte verdwijnen op dit moment tonnen kolen in de energiecentrales. CO2 vliegt de lucht in. Maar als we om een reactie vragen, houden de bedrijven de deuren voor ons gesloten. Ook betrokken politici krijgen we niet te spreken. Woordvoerders houden de boot af en verwijzen ons door. Goedemorgen, provincie Zuid-Holland. Van de provincie naar de gemeente. Het Rijk is degene die de subsidie geeft. En van de gemeente naar minister Kamp. En ik verwijs naar de commissaris die zich nu op dit moment bezig is. Geen reacties dus. En de commissaris die in Brussel zit vraagt om geduld. Europa als laatste strohalm om het ooit zo veelbelovende CO2-project alsnog van de grond te tillen. Met nog eens 100 miljoen extra subsidie hopen ze het plan te redden. De kans dat er extra geld komt uit Brussel acht ik nihil. Bijna nul. En als het al zou komen, dan denk ik helemaal dat die bedrijven willen gaan investeren in die CO2-opslag. Ze zijn er niet toe verplicht. Het drijft ze tot extra kosten. Het water staat ze al tot de nek. Ik denk dat ze het niet gaan doen. Het broeikasgas in de atmosfeer heeft wereldwijd een recordhoogte bereikt. En ook hier op de Maasvlakte lijkt uitstoot niet meer te stoppen. Hoe graag ze ook zouden willen, niemand hier gelooft nog in een goede afloop. Die kolencentrales staan er. En die staan er voor 40 jaar, dat moet je je goed realiseren. Dat is niet zomaar een beslissing die morgen ongedaan gedaan wordt. Zoals vaak met de politiek, heel opportunistisch, altijd hier en nu. Alleen het geld telt.